Dit is de tijd van grote uitdagingen. Van innovatieve oplossingen. Dit is de tijd van het kan wel. Dit is onze tijd. Een podcast van TNO met Glen van den Burg. De zon geeft ons gratis meer energie dan wij nodig hebben. We zetten dat nu al om in elektriciteit en warmte. En we zijn op weg om fossiele brandstoffen te vervangen. Op weg naar een mooie, schone toekomst. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Waar plaatsen we de zonnepanelen? Hebben we daar eigenlijk wel genoeg ruimte voor? En van welke materialen maken die panelen? En waar worden ze dan eigenlijk geproduceerd? Doen we dat ergens ver weg? Of moeten we dat misschien wel weer gewoon in de buurt doen? Samen met twee experts nemen we een kijkje in de toekomst van zonne-energie. Te gast zijn Wiep Volkerts, hij is programmamanager zonne-energie bij TNO. En Jan-Jaap van Os, mede-oprichter en Chief Technology Officer bij Exasun. Fijn dat je luistert. Dit is Onze Tijd, een podcast van TNO. Nou, Wiep en Jan-Jaap, fijn dat jullie er zijn. Belangrijk onderwerp, ook een onderwerp wat lekker tastbaar is. Want we zien het al overal om ons heen eigenlijk, hè? Zonnepanelen te over. Maar we gaan het natuurlijk wel over de toekomst hebben. Maar eerst ben ik benieuwd waarom jullie nou eigenlijk hier met dit onderwerp bezig houden. Waarom word je zo enthousiast van, ja, PV moet ik eigenlijk zeggen, hè, officieel. Ja, PV, toch, zonne-energie. Ja, waarom doe je dit vak? Waarom vind je dat zo leuk? Ja, voor mij, Glen, dat gaat denk ik terug tot 2009. Dat is het moment dat ik de overstap maakte. Dat ik dacht, ik wil aan zonne-energie werken. En dat heeft natuurlijk te maken met de klimaatverandering. Het drong echt tot mij door. Die gigantische ellende die op ons afkomt door die klimaatverandering. Ik dacht, ik wil helpen dat af te remmen. Ja, en waardoor kwam je door dat inzicht? Kun je dat nog herinneren? Nou, natuurlijk veel lezen heb ik altijd gedaan. Trouwens, en ik zat ook wel op een moment dat ik aan het nadenken was van hey, misschien is het tijd voor iets anders. En ik was er wel heel erg door getroffen. En mijn broer zat al in de windenergie, dus toen dacht ik, nou, daar ga ik natuurlijk zonne-energie die doen. Ja, tuurlijk. Ja, grappig. Ja. Hey, en die klimaatverandering is natuurlijk heel heftig. Als je nu om je heen kijkt, hè, naar wat er allemaal gebeurt met zonne-energie, heb je dan het idee, want ik kan me dat voorstellen, dat je als buitenstaander hebt van, nou, het gaat zo snel nu, niet normaal. We kunnen het niet bij. Als je nu volgens mij zonnepanelen bestelt, dan nou, als je mazzel hebt over een half jaar, maar waarschijnlijk liggen ze pas over een jaar op je dak. Ja, ja, maar dat is natuurlijk een beetje dubbel, hè? Ik zei net 2009, nou, toen was er nog bijna geen zonne-energie. Een paar systemen op het daken hier en daar. Minder dan 0,1 gigawatt, zeggen we dan. Nu zitten we in Nederland op 18 gigawatt. Ik zou zeggen, is een heel mooi begin. Maar we zijn er nog lang niet. We hebben zeker nog een behoorlijke versnelling nodig om die totale energietransitie daarmee te ondersteunen. Hoe ver zijn we ongeveer voor je gevoel? Ik snap dat het lastig is aan een tenor te vragen, want die wil natuurlijk precies zijn. Maar er moet een percentage. Nou, ongeveer. Ik denk dat we nog een factor 10 meer moeten als we naar de situatie gaan waarbij de energietransitie compleet is. Ja. Dus helemaal duurzame energie hebben. En waarbij 25% van de energie door zonne-energie wordt opgewekt. Okay. Dan moeten we ten opzichte van nu nog een factor 10 meer. En wow. Dus zoals je in je inleiding al zei, op zoek naar ruimte om dat te doen. En daar verstandige, goede beslissingen over nemen. Ja. Jan-Jaap, waarom zit jij in de zonne-energie en ben je niet iets anders gaan doen wat misschien ook belangrijk is? Waarom word je zo blij van? Ja, niet zo belangrijk natuurlijk. Nee, tijdens mijn studie aan de Technische Universiteit zat ik al te worstelen met waarom halen wij godsnaam olie uit het Midden-Oosten. En gaan we met de andere vinger wijzen dat ze daar de mensenrechten anders moeten inrichten, om het zo te zeggen. Dus dat was voor mij wel een trigger om richting energietechniek in het algemeen te gaan. Ik werd opgeleid om kolencentrales te ontwerpen. Dat zegt iets over mijn leeftijd misschien. Super interessant. Daarna een tijdje wel doorgegaan in energieadvies en dergelijke. En toen pas eigenlijk, dan heb ik het over eind jaren 90, begon een beetje die CO2 toch wel een topic te worden. De CO2 footprint en alles. Ja, wat eerder bij dan ik, hoor ik. Ja. In het brede onderwerp misschien wel, maar nog niet op PV, want jij verslaat me met 2009. Want in 2011 ben ik met een studievriend van mij, hadden we een idee voor een nieuw type zonnepaneel. Een beetje vanuit het creatieve ontwerp en ondernemerschap kwamen op een idee. En toen zijn we eigenlijk begonnen met een bedrijf wat de voorloper was van Exasun. Oké. En dat mislukte. Die technologie lukte gewoon niet wat wij bedacht hadden. Maar toen leerden we wel heel veel over de solar-industrie, de PV-industrie. En vooral ook in Nederland. Wat nou eigenlijk het probleem is, waarom heel veel mensen geen zonnepanelen wilden.
En dan hebben we het over 2012, 2013. Ja, de Nederlandse daken zijn echt ondingen. Er zit van alles op. Dus er is geen ruimte voor grote zonnepanelen. Ze zijn lelijk. Iedereen had het toen over die blauwe zonnepanelen. Ja, met al die rastertjes ja, en precies. Dat aluminium erin. Dus dat wilden we allemaal niet. En de levensduur in die tijd van zonnepanelen was ook nog vreselijk kort. Dus terugverdientijden stond ter discussie, zullen we zeggen. Zo zijn we bezig gegaan met een paneel te ontwikkelen wat en een lange levensduur had en de esthetische problemen weg zou nemen. En zo zijn we langzaam doorgegroeid naar indaksystemen, waar we het zo meteen denken over gaan nemen. Ja. Okay. En nog steeds word je er elke dag dat je denkt, wauw, wat gebeurt er een hoop en wat is dit spannend? Ja, never a dull moment, absoluut. Ja. Ja. Nee, dit is jullie zijn. Gaaf. Wat is jouw ambitie, Jan-Jaap, als je naar dit onderwerp kijkt? Waar ben je naartoe aan het werken? Nou, ik heb ooit een boek gelezen, Blue Ocean Strategy. En dat ging over de Ford Model T. Dat noem ik dan maar eventjes die blauwe zonnepanelen van vroeger. En daarna kreeg je een soort van second wave. In reactie op dat alles een zwarte auto moest zijn en hetzelfde model. Kreeg je diversificatie. En daar heb ik eigenlijk op ingezet. Een beetje vroeg. We begonnen al in 2014 met dak geïntegreerde zonnepanelen. Ja. Maar ik ben er sterk van overtuigd dat zonnepanelen een blijvend iets is. Maar dat we alle oppervlakken of overal waar de zon onze aarde raakt. Dat we daar uiteindelijk dat zonlicht gaan activeren tot elektriciteit. En dat is ook mijn doel uiteindelijk. We zijn nu heel sterk in de schuine daken. En de ambities liggen nog veel verder. En dus dat is die diversificatie en integratie. Ja, daar ga ik helemaal voor. Ja, yeah. Geloof ik in. Wie poest bij jou /TNO? Wat is de ambitie van TNO op dit thema? Want je moet wel een soort van keuze maken waar je je tijd aan gaat besteden natuurlijk. Ja, nee, dat is lastig. Wij werken echt als TNO in de breedte op het veld van zonne-energie. En wat ik ook wel geweldig vind om te zien, vergeleken bij 15 jaar geleden toen er nog veel scepsis was, is dat zonne-energie, zonnestroom, nu de snelst groeiende bron van elektriciteit opwek is ter wereld. Hè? Wow. Sneller groeiend dan alle andere soorten. En ook de goedkoopste per kilowattuur. De scepsis die er ooit was, is wat dat betreft wel helemaal verdwenen. Ja. En ook argumenten van, ja, in Nederland is te weinig zon. Ik denk dat dat soort argumenten ook inmiddels wel vertrokken zijn. Nou, we nemen deze podcast op in juni 2023. Zeg ik er maar even bij voor de mensen die misschien over 5 jaar pas luisteren. Nou, er is genoeg zon de afgelopen maand geweest, toch? Ja, het is niet te geloven. Ja. En wat is de ambitie van, waar willen jullie naartoe? Hè? Waar streef je naar als TNO? Wat is de ambitie? Ja, als ik een eind vooruit kijk, 2030 is altijd een mooi jaartal. Onze visie is, dan leven we in een wereld dat het volstrekt logisch is dat we bij allerlei planningsprocessen en bouw en infra altijd automatisch meenemen de optie om zonne-energie in die oppervlakken te genereren. Oftewel, zonne-energie kan op elk oppervlak. En het is zo normaal als als we naar buiten gaan, dan gaan we ook niet zonder kleren. Hè? We lopen niet naakt buiten. Dus net zo normaal dat je kleren aandoet, neem je ook de optie van zonne-energie mee voor elk oppervlak. Dat is de visie. Sterker nog, voor mij is het verplicht om kleding aan te doen. Nou, daar heb je wel wat. Zou ik wel door willen trekken. Ja, anders word je opgepakt. Heb je geprobeerd. Ja, ja. Oh, dat wil je niet weten. Ja. Dat is een andere podcast. Ja, ik wou het zeggen, dat is een totaal onderwerp. En daar gaan we het zeker nu niet over hebben. Maar we gaan wel naar 2030. Tijdmachine actief. Jaar 2030. Ja, ik neem jullie mee naar 2030. Dat klinkt ver weg, maar dat is ongeveer 7 jaar. Tenminste, wel als we deze podcast maken. Sterker nog, 6,5 jaar. Het is gelukt, Miep. Die ambitie is behaald. Alle oppervlakte die we in 2030 bouwen, ontwikkelen, bedenken, daar nemen we het allemaal in mee. Het is gelukt. Ja. Wat is er veranderd in de wereld daardoor? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat je er niet, dan hoef je niet meer in al die processen te vechten van neem alsjeblieft die optie mee en kijk maar, het kan en et cetera. Dan is dat natuurlijk geworden en misschien zoals Jan-Jaap net zei, wel verplicht. Hè? Ja. Waarom ook niet? Want dat is goed voor het algemeen belang en dan mag je het ook best verplichten. En dan zien we dus ook
dat het ook inderdaad gebeurt. En dat de opties om dat te doen op een manier die goed betaalbaar is, veilig is, acceptabel is voor de mensen, dus er goed uitziet, dat die opties ook allemaal aanwezig zijn. Ja. Ik zie dat wel voor me. Ja, maar ik kijk even, ik probeer het al te visualiseren. Hè. Wij staan goed op zo. Het Mediapark, kijk om me heen. Er staat hier vlak voor mijn neus buiten staat een picknickbankje. Nou, dat heeft ook oppervlakte. Een gedeelte zit je op, maar de tafel zelf, dit is op oppervlak. Daarna zit er een stoep, tegels zie ik liggen. Ik zie een geasfalteerde weg. Is dat allemaal vanaf 2030, hè, zeg ik even, want dan is het doel behaald. Zit het dan overal in? Nou, ik denk niet dat het dan overal in zit. Maar als je nog weer 2 meter verder kijkt, dan zie je een groot parkeerterrein. Ja. En ik durf er wel iets onder te verwedden dat parkeerterrein overdekt zal zijn met zonnepanelen. En dat is ook direct een veel groter oppervlak dan die picknickbank, ja. Die toch een beetje oude gadget is. Maar dat parkeerterrein zal overdekt zijn en die stroom zal voor een groot deel ook lokaal gebruikt worden voor het opladen van die elektrische auto's. Ja. Dus dat zijn dingen die, nou daar ben ik wel van overtuigd, ja. Dat die gaan gebeuren. En doe ik even wild, hè? Ik zie ook vlaggen hangen. Ja, ik ben gewoon maar een beetje los aan het denken. Die hangen de hele dag in de zon, die vlaggen. Is dat nog interessant? Of zeg je van, nou nee, die technologie hebben we nog niet. Of misschien in 2030 wel. Je zou ze weghalen. Want geef alleen maar schade. Je zorgt voor schade. Een ja, nou, dat is ook een goeie, ja. Ja, ja. Ja. Nee, kijk. Ik denk wel dat je voor de grote oppervlakken moet gaan. Dus denk aan, we zitten in een groot proces hervorming van de landbouw. Neem daar alsjeblieft die zonne-energie in mee. Hè? Die combinaties van zonne-energie met landbouw. Ook voor de verdienmodellen voor de boeren. Grote infrastructurele projecten. Maar landbouw, ik denk dan ja, als ik zonnepanelen, ja, op het grasland leg. Wat volgens mij het grootste gedeelte van Nederland is nog steeds weideland. Ja. Ja, dan kunnen geen koeien lopen. Of, nee, maar je kan wel goede combinaties maken. Met, okay. Met verticale panelen of met... Kijk, okay. Overdekkingen van, laten we zeggen, hagelgevoelige gewassen zoals frambozen en bessen, okay, et cetera. Allemaal dat soort dingen. In plaats van kassen of overkappingen met plastic, want die zie je natuurlijk ook wel regelmatig, ja, doen we er gewoon zonnepanelen of zonnefolie over. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat als je naar weilanden kijkt en we zetten die vol met zo'n gegolfd landschap van zonnepanelen, dan is het eigenlijk meer een industrieel karakter geworden. Dan hebben we ook nog wel wat andere problemen in Nederland die we dan daar misschien onder zouden kunnen schuiven. Zoals een woningbouw. Dus ja, bedenk nou dat we al die oppervlakte anders gaan inzetten dan agri. Ja, dan kun je daar dus ook woningbouw gaan plegen. Ja. Ik weet dat het is een moeilijk punt in de brede discussie. Maar door dan maar zonnepanelen neerleggen vind ik persoonlijk dan een te simpele stap. Voor mij kun je de problemen die we in de maatschappij hebben, ja, wat breder aanvliegen. En zijn ze op die manier ook goed oplosbaar. Ja, want we hebben, ja, ook nog iets van 900.000 woningen te bouwen, toch? In de komende, precies, jaren. Gooi ze vol met zonnepanelen. Dan hebben die weilanden niet nodig. Ja. Nee, maar op zich ben ik het wel met je eens. Maar ik denk dat je vanwege de benodigde snelheid beide moet doen. Dus ik zeg zeker dat we hele grote delen van het agrarisch land gaan omzetten. Maar je kan het meenemen in het planningsproces. Ja. En in de meeste scenario's van de verschillende snelheden op gebouwen, op infra, op land en op water, ben je met 1% van het agrarisch land ben je eigenlijk al klaar. Ja. Nee, met 1% ben je al klaar? In die mix van toepassingen die ik zei, okay, om de totale energietransitie te doen in Nederland. Ja. Hey, en even, want we zijn in 2030. Dus ja, bedoel, er is sinds 2023 7 jaar ontwikkeling geweest. Volgens mij gaat die ontwikkeling redelijk exponentieel met zonnepanelen. Dus we mogen ook best wel wat verwachten. Nu zetten we die zonnepanelen vooral nog ergens op. En zijn het ook panelen. Maar hebben we tegen die tijd, zit het ook gewoon in dingen? Zit het in glas bijvoorbeeld? Waar je gewoon doorheen kan kijken, waar wij niet eens door hebben. Glas is natuurlijk mega veel oppervlak ook. Ja, nee, het is sterk nog, het is er al. Dus het is er al. De vraag die je er straks stelt van hoe ziet de wereld eruit? Nou, het is niet dat we al het asfalt bijvoorbeeld hebben vervangen, wat Wim net bedoelde. Maar het is natuurlijk wel, de technologie is er. We zijn hard bezig om al die technologieën voor integratie van PV-technologie. PV in asfalt bestaat ook al? Ja, er is al TNO heeft een mooi project daar in het verleden al gedaan, als ik het goed zeg. En een fietspad zelfs ook. Klinkt ook zo logisch, hè? Ding, ja, is al zwart. Maar bijvoorbeeld, ja, wij produceren zelf dan dakpan vervangende zonnepanelen.
Dus dan heb je gelijk ook een duurzaamheidsbesparing. Want je hoeft geen klei meer af te bakken in de gasovens, zullen we zeggen. Ja. Dus dat heb je al te pakken. En dan heb je bijna zonnepanelen CO2-neutraal liggen, bij wijze van spreken. En het ziet er gezellig uit, wat wij natuurlijk ook belangrijk vinden. Het ziet er gezellig en chic uit. Ja. Ja. En het heeft dan ook de levensduur die we verwachten van een dakpan. Dus het moet niet van dat. Want we hadden het net ook eens even over de 2030. Hoeveel gigawatten we wel niet neer moeten leggen. Dat is om zeg maar CO2-neutraal. Maar vervolgens ontstaat er een markt waarbij we dus ook een vervangingsindustrie gaan krijgen. En die zal niet mis zijn. Dus de hoeveelheden die wij moeten gaan produceren met z'n allen is behoorlijk. Nou, dan wil je dus daar eigenlijk dat levensduur van de zonnepanelen langer wordt. En zeker als je ze gaat integreren in gebouwen bijvoorbeeld of in wegen. Wil je niet iedere 10 jaar dat ze circulair gemaakt worden. Want voorlopig plakken we alles aan elkaar volgens mij met de zonnepanelen. Ja, dat is denk ik de grote uitdaging die voor ons ligt. En daar zijn we samen met TNO naartoe en een aantal innovatieprojecten lopen. Hoe krijgen we de schaarse materialen of de vervuilende materialen uit die zonnepanelen? Kunnen we andere type zonnepanelen gaan maken zonder afbreuk te doen aan de efficiëntie en de opbrengst? Die moet sterker nog, die moet omhoog. Ja. Dan wel de levensduur te verkorten. Ja, nee, want dat hoor je natuurlijk ook, Wiep, dat er gezegd wordt, ja, zonnepanelen zijn prachtig en het gaat hartstikke goed. En het is een mooie, schone vorm van energie. Het nadeel is dat er allerlei elementen en materialen in zitten die niet oneindig voorradig zijn. Dus het is uiteindelijk toch geen oplossing. Ja, nou, dat is slechts voor een heel klein beetje waar. Het grootste bestanddelen van zonnepanelen zijn silicium. Nou, dat is oneindig. Ja, dan maak je van zand. Glas, et cetera. Dus ik denk dat dat op zich heel erg meevalt. En dat neemt niet weg dat je moet blijven streven. En daar hebben we ook een programma op lopen. Hè, zoals Jan-Jaap al zei, naar 100% circulaire zonnepanelen. En ik denk ook dat dat mogelijk is. We zijn een mooi eindje op weg. Ja. Ik neem jullie terug naar vandaag. Tijdmachine actief. Terug naar nu. Ja, we zijn weer terug in 2023. Dat is fijn, want ik voelde me toch een beetje oud over 7 jaar. Ik ben nu weer helemaal fit en gezond en zo. Dat is wel fijn. Wat zijn de leukste, spannendste ontwikkelingen die je nu al ziet? Hè? Want 2030, we hebben net even gekeken waar we willen zijn. Ja, wat zie je nu al gebeuren waardoor je zegt, ja, dat geeft toch aan dat het niet een mooie droom is die we net geschetst hebben. Maar dat geeft aan dat het eigenlijk een soort voortborduren is en wat er nu al gebeurt. Wiep, welke ontwikkeling word jij zelf enthousiast van? Ja, kijk, op TNO pakken we echt wel die rol van innovatiemotor. Hè? Dus alles wat ik zeg, doen we altijd samen met bedrijven. En als ik dan de dingen zie die nu gebeuren, en dat zijn eigenlijk wel elk jaar weer nieuwe highlights. Hè? Dan zie ik dat we hele mooie voorbeeldprojecten neergezet hebben. Bijvoorbeeld geluidsscherm, helemaal mooi geïntegreerd met zonne-energie, waarbij je laat zien dat het inderdaad gewoon kan. Zowel technisch als acceptabel als wat maakt financieel. Dat voor zeg maar niet experts? Hè? Want ik vind dat zo'n logische plek, een geluidsscherm. Dat is logische, hè? Ja. Het is veel oppervlak. Ja. Maakt niet zo heel veel uit. Het hoeft niet heel mooi te zijn. Geluidsscherm is per definitie bijna niet mooi. Ja. Waarom is dat toch ingewikkeld? Ja, dat heeft met een aantal dingen te maken. Veranderingen gaan bijna per definitie langzaam. Ja, okay. Dat zit in de aard van het beestje of in de aard van de mens. Dus het is ook een beetje frappé toujours. Hè. Je moet het gewoon steeds op wijzen en gewoon laten zien. En het beste wat je kan doen, is in zo'n innovatieomgeving, is het laten zien. En blijven proberen dat balletje aan het rollen te maken. Ja. En dan gaan ook die regeldingen en die juridische dingen, die gaan op een gegeven moment ook rollen. Want steeds meer mensen gaan dan zeggen van, oh, maar het is toch raar dat we dat niet standaard doen. En dan zijn we dus eigenlijk ook weer bij dat beeld van 2030. Ja, ja, ja. Dat ik zeg van, ja, dan is het zo normaal geworden dat we dat soort vragen niet meer stellen, want we doen het gewoon. Ja. 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 En dat geldt ook voor dit voorbeeld. Ja. Jan-Jaap, mooie ontwikkeling waarvan je ziet, ja, als ik dat doortrek, dan is 2030 helemaal niet een gekke droom. Dat gaat gewoon gebeuren. Nee, waar we mee bezig zijn is om te kijken of we dat dak van die woning gewoon alle energie die nodig is daar vanaf kunnen halen. Dus we stipten al warmte aan in een eerder stuk.
daar hebben we nu een product voor ontwikkeld. Ja, dat... Voor warmte. Want als ik naar mijn eigen dak kijk, daar liggen nog geen zonnepanelen op. Want ik heb een monumentale woning, dus dat is allemaal ingewikkeld. Er staat wel op een of andere manier een zonnecollector op voor warm water. Ja. Maar die combinatie is natuurlijk super interessant. Ja, al worden heel veel misconcepties nog ook door techneuten gemaakt in dit... ik ben daar in 96 op afgestudeerd, notabene, energieopslag in de bodem en zo. Het gaat om dat de warmtevraag 's winters is en de elektriciteitsvraag eigenlijk notabene een piek kan hebben als je airco hebt in de zomer, maar een beetje verdeeld is over het hele jaar. Ja. Terwijl het aanbod van dat zonlicht, wat uiteindelijk ook warmte moet worden, natuurlijk significant minder is. Dus je moet zorgen dat je daar een slimme combinatie van maakt. Die is er. Daar hebben we de eerste paar woningen mee gedaan met een van de grote aannemers in Nederland. Dat ziet er gaaf uit. En daar sta ik 's ochtends voor op. Voor dat soort toepassingen die wij met TNO dan ontwikkelen. En die wij uiteindelijk dan kunnen integreren in de woningbouw in Nederland. En dan hebben we het nu over schuine daken. En datzelfde kun je voor gevels gaan doen. En dus dan energie in de breedste zin van het woord. Dus even die oogkleppen van solar af. Dat we elektriciteit produceren. Nee, we hebben er gewoon een energievraagstuk op te lossen. Plus alle randvoorwaardelijkheid als esthetiek, regelgeving, veiligheid. Die moet je gewoon integraal oplossen. En dat kan. Het kost wat moeite en wat brainpower van een aantal mensen. En niet alleen van techneuten, maar vooral ook voor maatschappelijke partijen. Zoals die geluidsschermen, denk ik heel wijs als Rijkswaterstaat daar zelf ook aan tafel komt zitten. Ja. En de provincies natuurlijk. En die doen dat ook, hoor. Ik zie die belangstelling echt groeien. Zeker. Het is, maar er wordt, ik zit nou, zoals je weet, een aantal jaar in deze business. Er wordt wel heel veel gepraat. En er wordt weinig meer gedaan worden. Nou, dat zie ik nu veranderen, gelukkig. Maar ik ben een ondernemer, een beetje ongeduldig. Dus morgen af is bij mij het credo. Ja. En dat is altijd. Dat kan wat mij betreft wel iets meer energie krijgen. En Jan-Jaap, dan zeg ik even heel flauw, hè. Zonnepanelen komen gewoon uit China. Ja. En niet uit Nederland. Ja. En ze kwamen ooit uit Duitsland, maar daar komen ze maar ook bijna niet meer vandaan. Ja, dus we hebben de slag gewoon verloren op Europa. Dus wat ben je nou aan het doen? Ja, nou, je hebt helemaal gelijk. Tegen de bierkaai. Ja, als ik 's ochtends die twee haren van mijn recht kan, dan vraag ik me af van waarom ga ik in godsnaam dit nog doen? Want ik ben net een paar weken geleden weer in China geweest. En daar praat je met één producent. En die gaat dan 20 gigawatt neerzetten aan extra productiecapaciteit. Twee weken terug de heer Timmermans in Delft horen praten. En daar gaan we als Europa 40 gigawatt, dus het dubbele van die ene producent, voor 2030 neerzetten. Dus de ambitie die in China is om verder te groeien en het kapitaal wat daarvoor beschikbaar is, niet alleen investeringskapitaal, maar ook operationele kosten die lager zijn, is zo giga dat wij kunnen eigenlijk wel stoppen als solarindustrie als we daar niet een fair playfield van maken. Yeah. In Amerika hebben ze dat begrepen. Daar is dat de IRA is daar van kracht. En dat gaat veel verder dan alleen maar wat ondersteuning om wat machines te kopen. Het is echt een integraal plan. Yeah. En dat is waardoor de afgelopen 10 jaar heb ik al die productiebedrijven van zonnepanelen om ons heen om zien vallen tot echt grote reuzen in Duitsland aan toe. 4000 man op straat voor Solar World wat failliet ging. Wij hebben het kunnen overleven omdat wij ook wat meer die gebouw geïntegreerde. Precies. Ja, ja. Daar gaat een Chinees niet zo snel zijn hel zoeken. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat we kunnen overleven. Maar ja, er moet hier wel, als we dit integraal groot willen doen en ook de innovatie willen behouden in Europa, dan er moet een industrie zijn en er moet een kennisindustrie zijn. En er moet support vanuit de politiek zijn, integraal. Ja. Wiepen, hebben we dat in 2030 ook opgelost? We zijn alweer terug in vandaag. Maar ik verwacht het wel. Ik zie daar echt ook wel hele, hele goede kansen. Ik ben helemaal met Jan-Jaap eens. We moeten niet hetzelfde gaan doen in China en dan proberen het zo'n competition aan te gaan. Dat is natuurlijk kansloos. Maar we hebben een aantal kansen waarbij we een jump kunnen maken en het beter doen dan anderen. Bijvoorbeeld op die circulariteit die net even aan de orde was. Of op de nieuwste generatie, de tandem technologie, hogere efficiëntie, is ook een hele mooie kans. En bijvoorbeeld op die circulariteit, als daar een soort, als we dan binnen Europa ook de normen neerzetten, dat wij alleen maar circulaire zonnepanelen willen, dan heb je daarmee die Europese industrie ook indirect. Heb je de markt ook gelijk geregeld. Een beetje beschermd. Ja. Helemaal juist. Want wel leuk dat we het over de ondernemers hadden.
Dit is de tijd van Het kan wel. Dit is onze tijd. Ondernemende mensen die hebben er altijd voor gezorgd dat het onhaalbare of zelfs het onmogelijke ineens wel mogelijk bleek. En in deze aflevering van Dit is onze tijd. Een korte pitch van Allard van Hoeken, oprichter en CEO van Oceans of Energy. En hij vertelt wat hij kan bijdragen aan dit mooie, ja, deze mooie ambitie die we met elkaar hebben. Mijn naam is Allard van Hoeken, oprichter en CEO van Oceans of Energy. Als eerste in de wereld ontwikkelde Oceans of Energy zonnepanelen die op de Noordzee kunnen drijven. Hiermee kunnen we enorm veel energie opwekken zonder ruimte op het land in te nemen. Op slechts 1% van de Nederlandse Noordzee kan alle elektriciteit die Nederland jaarlijks gebruikt worden opgewekt. Oftewel 15-20% van alle energie die Nederland jaarlijks verbruikt. De offshore zonnedrijvers passen ruim tussen de windmolens op zee en gebruiken dan dezelfde stroomkabels naar land. Wind en zon samen leveren ook meer continuïteit. Door zonnepanelen tussen de windmolens op zee te leggen, wordt er tot 5 maal zoveel energie opgewekt op hetzelfde stukje zee. Heel belangrijk, de natuur en het zeeleven varen wel bij de drijvende structuren. Zij vinden daar bescherming en houvast, waardoor allerlei extra zeeleven wordt aangetrokken. Dit blijven we natuurlijk goed monitoren tijdens de uitrol de komende jaren. Ja, die had ik zelf nog niet bedacht, moet ik je eerlijk zeggen, Wiep. Ik zie die enorme, want die, ook die windmolens worden natuurlijk steeds groter. Die zie ik staan, die moeten een stuk van elkaar staan. Maar ja, daar zit heel veel zee tussen. Ja. Tot 5 keer zoveel energie. Wauw. Ja, nou, kijk, Oceans of Energy, daar heb ik zeer bewondering voor. Is echt een van de pioniers voor zonne-energie op zee. Als TNO zijn we ongeveer in 2016 begonnen met drijvende zonne-energie. Eerst op binnenwater. En daar lopen we in Nederland mee voorop in Europa. Inmiddels 230 megawatt. Dat is echt een mooie hoeveelheid. Zonne-energie op zee is eigenlijk een logische volgende stap. Ja. Het is niet makkelijk. Dat er mensen zijn met ondernemersdrift, zoals Allard van Hoeken, die daarmee aan de slag gaan. En daar heel bewonderenswaardig. En ik ben ook overtuigd dat dat gaat lukken. Ja. 2030 is heel dichtbij. Dus we hebben best veel haast. De tijd tikt. Dit is onze tijd. Ja, de tijd tikt. En dat zorgt ervoor dat we haast hebben met z'n allen. Zeker als je ziet, nou ja, Wiep zei het al even in het begin. Als je ziet wat er op ons afkomt met de hele klimaatverandering. En hoe heftig dat gaat worden. Dan hebben we best wel vaart moeten achter. En we gaan al hard, maar we moeten eigenlijk nog veel harder. Wat we elke aflevering doen is dat we aan een young professional vragen om een vraag te stellen over het thema. En in dit geval natuurlijk gaat het over de prachtige ambitie om alle oppervlakten in Nederland, vaak in de hele wereld, te voorzien van zonnecellen. Te zorgen dat energie oplevert. Dus laten we even luisteren naar de vraag van Sanne van den Broek. Hi, mijn naam is Sanne van den Broek en ik studeer de Master Sustainable Energy Technology aan de TU Delft. Momenteel ben ik bezig met mijn afstuuropdracht bij TNO Solar Energy. En in mijn onderzoek ben ik bezig met het modelleren van dynamische schaduweffecten die voorkomen bij zonnepanelen geïntegreerd in voertuigen en vooral die rijden. Want dit zijn vooral schaduwen die ontstaan door omliggende bomen, gebouwen, etc. En ik kijk hierbij naar wat er van de zonne-instraling verloren is gegaan door de omgevings- en routes te modelleren. Een groot voordeel aan zon geïntegreerd in auto's is dat je tot op een zekere hoogte minder afhankelijk bent van het elektriciteitsnet, gezien je de energieopwekking direct kan benutten en het dus niet nog eerst via het net hoeft. Met het probleem van netcongestie wat nu speelt, ben ik benieuwd of deze directe teruglevering voor zonnepanelen geïntegreerd in daken en gebouwen ook werkt en of dit wel voordelig is. Ik ben heel benieuwd en hoor het graag. Dank jullie wel. Ja, opwek. Nou ja, Jan-Jaap, dat is jouw ding, hè? Ja. Opwek daar waar het gebruikt wordt. Dat is natuurlijk het fijnste wat er is. Want als je het niet transporteert, dan heb je ook geen verlies. En sterker nog, dan heb je niet al die dikke kabels nodig. Ja, maar en niet te vergeten op het moment dat het nodig is. Oké. Dus helemaal voor. Ook gaaf waar zij mee bezig is. Dat je dus een route kunt kiezen wat de meeste zon op je dak geeft in je auto. Dat je het verste komt. Maar helemaal eens. Op het moment dat we industrie, woningbouw, zoveel mogelijk energie opwek daar realiseren.
belast je het net natuurlijk een heel stuk minder. Wat er dan nog aan piek opwek over is, zou je het net opgooien. Ook daar moet je zorgen dat je daar regels voor hebt. Dus dat je dat kunt remmen. En dat je stimuleert dat er opslag komt lokaal. Maar je moet veel meer in kleine microgrids gaan denken. Dan dat Nederland met z'n allen aan één groot netwerk zit. Wat nu niet mag, hè? Nee, ja, daar zijn ook weer regelgeving wat belemmert dat daar verdere innovatie plaatsvindt of problemen opgelost worden. Ja. Die zul je moeten beslechten. Hè. Maar laten we wel zijn, dit is ook geen nieuw probleem. Hè. Toen ik in 2011 begon, hebben we het hier al over gehad met Leander in een congresje. En dat dit misschien wel het belangrijkste probleem is. De distributie van energie is een groter probleem dan de opwek. Want anders hadden we de Sahara wel volgezet. Ja. Dus en vandaag de dag komt er nog steeds terug. Het is snelheid is geboden. En maar ik hoor je ook zeggen, zo'n huis, zeker de nieuwe huizen die in 2030 gebouwd gaan worden, die worden veel meer een soort integraal systeem waarbij opwek, opslag, gebruik, verbruik met intelligentie daarin. Kijk wat er nu gebeurt. Nu worden er gewoon zonnepanelen op een dak geplakt. En er wordt aangesloten op het bestaande netwerk wat je in het huis hebt. En de lijn naar buiten. En dat is het dan wel. Ja. Dat is niet zo heel slim. Daar zit niet zoveel slimmigheid in. Nou ja, kijk, de slimmigheid zit hem in de regelgeving. Dat we een terugleververgoeding hebben. Dus dat we het net kunnen gebruiken als een accu. Ja. Dat is om te stimuleren dat zonnepanelen er initieel zouden komen. In Duitsland zijn ze wat verder dan wij. Dus op een gegeven moment zijn ze daar juist weer met financiële prikkels gekomen. Dat iedereen accu's in zijn huis gaat nemen. Nou, daar zover zijn we in Nederland om een of andere reden nog niet. En daarbovenop zou je natuurlijk, we hebben rijdende accu's. Zorg nou dat die dan ook ontladen kunnen worden weer terug naar de woning toe. Dat is niet bij alle auto's zomaar toestaan. De leveranciers schakelen dat dan dicht. Dat zou je eigenlijk ook een standaard feature moeten zijn bij auto's, lijkt mij. Ja, kortom, er valt ook nog een hoop aan elkaar te knopen. Ja, nog sterker, ik geloof ook helemaal niet dat ieder huis zijn eigen batterij, dat de oplossing is. Dan weet je zeker dat je met z'n allen als energiesysteem veel te duur uit bent, hè? Primair is stabiliteit van het net de verantwoordelijkheid van de netbeheerders. In minigrids kan je wel dingen doen. Als je al een elektrische auto hebt, dan heb je daar een stuk opslag. Dus die kan je veel slimmer gebruiken. Maar elk huis zijn eigen batterij. Dan zijn we met z'n allen erg duur uit. Dus ja, die batterij zal de meeste toch een groot gedeelte van de tijd niet zoveel doen. Net zo goed als de meeste van de tijd je auto niks staat te doen. Dat is bovendien ook, is die kleinschaligheid per definitie gewoon te duur. Ja. Maar de vraag is of kostprijs rechtvaardigt dat we heel lang gaan wachten op een integrale oplossing. Dus uiteindelijk zijn we als maatschappij denk ik duurder uit als we gaan wachten tot ons net de juiste oplossing heeft bedacht. Ja, dus utility scale, dus grote zonneparken met batterij zijn goedkoper qua kilowattuurprijs vergeleken bijvoorbeeld met hoe het nu is met voor de piek. Belastingen, gascentrales die plotseling even snel moeten aanzetten, dan is het goedkoper. En dat moeten we dus ook doen om de grote zonneparken, de utility scale zonneparken, ook van batterijen te voorzien. Dat is goed, daar kunnen we nog een tijdje over discussiëren, maar dat is zoals ik het zie ook op basis van economische berekeningen. Maar dat is weer de kostprijs. En dat ben ik met je eens hoor, die grote parken, daar moet je een buffer tussen zetten. Want die staan vaak ook ver van het echte netwerk af. Hè. Dat is een terrein van een boer dat vroeger een peertje in zijn woonkamer hangen en that's it. Dus dat is de grootte van de kabel en nu zit er een windmolen voor zonnepark op. Dus dat kost heel veel geld om dat aan te sluiten. Dus daar moet je slim mee omgaan met buffering, helemaal eens. Ja. Alleen de kortste slag en waarbij we de kosten ook maximaal verdelen in het land. Dus snelheid en goede kostenverdeling is denk ik door decentrale storage te krijgen. Accu's op woning, op bedrijfsniveau. Zodat iedereen zo min mogelijk aan het net gaat lopen hangen. Ja. Volgens mij slaat dit de spijker op zijn kop van wat er dus nodig is om echt een goede gerichte versnelling te krijgen. En dat is gewoon een ambitieus scenario vanuit de overheid. Zo en zo gaan we het doen. Daar de opwek,
daar de opslag, zo en zo. En dan hebben investeerders zekerheid, dan hebben bedrijven richting, dan hebben innovatiepartijen zoals TNO hebben richting. Ja. Dat is wat nodig is en dat is volgens mij het allerbelangrijkste om die versnelling nu in gang te zetten. Amen. Nou, en daarmee hebben we een prachtig einde van deze aflevering. Dankjewel Wiep Volkerts van TNO en Jan-Jaap van Os van ExaSun. Linkjes naar ExaSun en naar TNO en daar waar je meer informatie kunt vinden, daar zorgen we natuurlijk voor in de show notes. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar Dit is Onze Tijd, een podcast van TNO. Wil je meer weten of luisteren? Ga dan naar tno.nl/podcasts/Dit is Onze Tijd. TNO, Innovation for Life.